Elk Vlaams gezin heeft recht op een aantal kilowattuur gratis stroom per jaar. Veel is dat niet, maar allemaal samen kost het natuurlijk wel handenvol geld. Bovendien worden de armste gezinnen hiermee onvoldoende bereikt. Dat zegt de VREG, de Vlaamse energieregulator. En dus staat het gratis stroomverhaal andermaal ter discussie. Vandaag krijgt 1 op de 10 gezinnen die recht op heeft de gratis stroom niet. Wel moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat elk gezin de stroom krijgt waar die recht op heeft. Ik krijg dat ook, u krijgt dat ook, minister Van den Bossen krijgt dat ook. Ik denk dat er mensen zijn die dat eigenlijk niet nodig hebben. Maar ik vind dat de korting op de energiefactuur een noodzaak is voor ook heel veel modale gezinnen. Ik vind het een slim idee om iedereen een basishoeveelheid stroom gratis te geven, en gezinnen met kinderen extra te geven. En dat je dan pas vanaf een bepaald niveau stroomverbruik begint te betalen. Deze maatregel schiet zijn doel compleet voorbij. Waarom? Omdat het 1 niet gratis is en 2 iedereen betaalt er aan mee. En 3 je bereikt niet de meest sociaal zwakke mensen. Ja, die kritiek is duidelijk. Bart Martens van de SPA, kritiek van de VREG ook op dat gratis stroomverhaal. Ook van mevrouw Homans, die hier ook aan tafel zit. Het is niet gratis en u bereikt er niet de gewenste sociaal zwakkeren mee. Waarom zou u er dan aan vasthouden? Omdat het wel herverdelend is en aanzet tot spaarzaam gedrag. Dat is herverdelend. Leg dat eens uit. Ja. Elke gebruiker van het laagspanningsnet die betaalt mee aan de maatregelen. Dat wil zeggen dat ook bedrijven bijvoorbeeld die op het net zijn aangesloten mee bijdragen, maar niet genieten van de gratis kilowattuur, want dat is enkel in functie van het aantal gedomicilieerde inwoners dat die gratis kilowattuur wordt toegekend. Dus het is een verdeling van bedrijven naar gezinnen en binnen gezinnen van gezinnen die meer verbruiken naar gezinnen die minder verbruiken en gezinnen die veel kinderen hebben. En het zet dus aan tot spaarzaam gedrag. En in die zin is het ook belangrijk dat alle gezinnen die gratis kilowattuur krijgen, uit de enquête van de Vlaamse regulator blijkt een andere dat 27% van de gezinnen ook zegt dat door die maatregelen ze worden effectief aangezet om minder energie te gaan verbruiken. En maar is het logisch dat u het ook krijgt, ik het ook krijg, die het eigenlijk niet nodig heeft? Maar het gaat om niet zoveel. Het gaat om €79 bruto per jaar, voor alle duidelijkheid. Ja. Ja, als je dat allemaal samengooit en geeft aan de mensen die het nodig hebben, is het toch veel efficiënter? Maar ik denk dat ook gewone gezinnen met kinderen die niet tot de doelgroep van het sociaal beleid behoren, die €80 zeer goed kunnen gebruiken. Als we vandaag kijken naar het aantal gezinnen dat gedropt wordt door de commerciële leverancier omdat ze hun facturen niet kunnen betalen, dan zien we dat dat een veel groter aandeel is. Ja. Een veel maar groter dat zijn aantal dan alleen de. Dat zijn niet u en ik. Maar het is zeer moeilijk om dat nu nog verder te gaan cibleren, om nu nog bijkomende doelgroepen te gaan uitlichten. Het is te moeilijk het aan te passen, mevrouw Homans. Het is te moeilijk om die wet zo aan te passen? Nee, helemaal niet. Ik denk dat het helemaal niet zo moeilijk is. En voor alle duidelijkheid, meneer Martens geeft dat ook toe. Het is niet gratis. Hè. Je krijgt eigenlijk een voordeel per jaar van om de beide €80. Maar tegelijkertijd betaal je via een omweg op je factuur zelf €30. Dus eigenlijk is het een netto-winst gemiddeld van €50. Dat is niet gratis. Bovendien is het ook absoluut niet sociaal. Ik heb meneer Martens horen zeggen van ja, het is eigenlijk de mensen aanzetten om minder energie te gaan verbruiken. Maar de mensen die het moeilijker hebben in deze samenleving wonen in energieverslindende huizen. Die kunnen zich geen isolatiewerken permitteren. En bovendien verwarmen die heel veel op elektriciteit. Zodanig dat ze eigenlijk op het einde van het jaar meer bijgedragen hebben aan de maatregelen dan het voordeel dat ze er hebben uitgehaald. Jawel, meneer Martens, berekeningen wijzen uit dat iemand die in een energieverslindende woning woont en die dus ook nog eens op, elektriciteit verwarmt, dat die per jaar gemiddeld €120 bijdraagt en €50 winst doet. Dus waar is nu het sociale karakter van deze maatregelen? Het klopt niet dat gezinnen die weinig verdienen, dat die meer elektriciteit verbruiken. Misschien is dat zo voor aardgas en voor stookolie, maar voor elektriciteit geldt
dat zeker niet. Maar het klopt wel dat daar nog vroeger, van die oude elektrische verwarmingstoestellen staan. Niet alleen bij kansarmen, maar ik denk dat daarvoor noodzakelijk is dat we een apart, naast die gratis kilowattuur, een apart beleid voeren rond het bestrijden van energiearmoede. En dat doen we ook. Hè. Dus de beschermde afnemers, zoals we die noemen, de sociaal zwakkeren, die krijgen hogere premies voor bijvoorbeeld het plaatsen van isolatie, voor het plaatsen van superisolerende beglazing. Die krijgen nog wel een premie voor een condensatieketel van €850, waar een normaal gezin die niet krijgt. We hebben nog met de regering 6 miljoen euro geïnvesteerd in gratis dakisolatie voor kansarmen die wonen in een huurwoning op de private markt. Maar ik denk dat we dat beleid nodig hebben om aanvullend op die gratis kilowattuur effectief die mensen in energiearmoede om die te helpen. En die maatregelen die willen wij gerust verder zetten, die willen wij gerust uitbreiden. Maar het heeft geen zin om nu het kind met het badwater te gaan weggooien en die gratis kilowattuur helemaal overboord te gooien. Wil u het afschaffen eigenlijk? Nee, ik denk dat een herziening van het systeem absoluut noodzakelijk is. Maar meneer Martens heeft gezegd van ja, we hebben al een aantal specifieke voordelen voor die mensen die in energiearmoede zitten. Dat is waar en ik sta daar volledig achter. Dat noemt men solidariteit. Maar dat betaalt u, ik en iedereen in een studio ook mee via de energiefactuur. Dus mijn punt is van ja, zet eigenlijk alle voordelen die er nu zijn voor de sociaal zwakkeren, die er terecht zijn onder het kader, onder de noemer van de solidariteit, zet die efficiënt in, zodanig dat op het einde van het jaar de energiefactuur van iedereen kan dalen en veel meer dan 50 euro. Maar dat principe, dat wil u niet afschaffen? Ik denk dat we zouden moeten evalueren en dat staat ook in het regeerakkoord. Dus ik hou me volledig aan de letter van het regeerakkoord. Een evaluatie die is nu gebeurd door de VREG. Ik zeg eigenlijk trouwens hetzelfde, net als wat de VREG en VEA zegt, naar een forfaitair systeem en net die mensen die het iets moeilijker hebben. En dat gaat niet alleen over mensen die een uitkering krijgen of een leefloon. Ik denk dat er veel meer mensen die ook een inkomen hebben uit arbeid, moeilijkheden hebben met het betalen van een energiefactuur, geeft die iets meer, zodanig dat op het einde van het jaar iedere Vlaming minder betaalt op zijn energiefactuur. Dat staat in het regeerakkoord dat dat geoptimaliseerd moet worden. Dat wil Waarom dus zeggen, is dat zo moeilijk? Dat wil dus zeggen dat de mensen die uit de boot vallen, dat we ervoor gaan zorgen dat die terug aan boord kunnen gehezen worden. En hoe bijvoorbeeld gaat u dat mensen doen? Die blijk onrechtmatig geen gratis kilowattuur gekregen te hebben, dat die voor de voorbije jaren waar ze dat recht niet hebben genoten, dat dat kan rechtgezet worden. Dat is vandaag de dag niet het geval. Retroactief kan rechtgezet worden. Dat moeten we doen. We moeten ervoor zorgen dat er geen mensen meer door de mazen van het net glippen. Waarom geen forfaitair systeem, zoals hier voorgesteld wordt? Ik begrijp eerlijk gezegd de N-VA daar niet in. De N-VA is voorstander van een kindpremie. Om gezinnen met kinderen te helpen. Een kindpremie die onafhankelijk is van het inkomen van de gezinnen. En nu, dit is een vorm van kindpremie. Want elk kind dat er in een gezin bij is, krijgt 100 kilowattuur per jaar gratis. En nu zegt men, nee, we gaan dat afschaffen. We gaan dat alleen beperken tot de zwaksten in onze samenleving. Maar de middenklasse die mag dat recht niet meer genieten. Ja, het is van het een of het ander. Ofwel is men voor een kindpremie, maar dan is men tegen een forfaitaire kilowattuur. Ofwel behoudt men een kilowattuur die ook toegespitst is op het aantal gezinsleden, dus waar elk kind ook gaat meetellen. Ik heb het woord afschaffen niet in de mond genomen. Ik heb gezegd een forfaitair bedrag en dat krijgt iedere Vlaming. Maar ik denk dat weinig Vlamingen weten dat wij ook betalen voor iemand die zijn energiefactuur niet meer kan betalen en bijvoorbeeld bij de distributienetbeheerder terechtkomen. Dat betaalt iedere Vlaming voor mee. Wij betalen ook allemaal mee voor de budgetmeters. Wij betalen ook allemaal mee voor de mensen die naar het OCMW gaan. Solidariteit, oké, dat is goed. Maar zet deze maatregel dan forfaitair in voor iedereen en net iets meer voor die sociaal zwakkeren, zodanig dat we op het einde van de rit minder moeten gaan betalen voor al die andere maatregelen. Met zo'n forfaitair systeem gaat de CD&V natuurlijk ook weer niet akkoord gaan. Je gaat er niet mee akkoord. En uit de hoorzittingen die we hebben gehad vorige legislatuur in het Vlaams parlement blijkt dat de gezinsbond daartegen is, dat de vakbonden daartegen waren, dat de kansarmoedeverenigingen daartegen waren, dat testaankoop daartegen was. Dat dus heel het maatschappelijk middenveld is tegen het forfaitariseren van dat systeem. Dus men wil maar allemaal niet tegen die steun het optimaliseren van het systeem. Daar zijn we ook niet tegen, uiteraard. Maar hoe uiteraard ziet u dat, hoe ziet u dat dan? Optimaliseren? Optimaliseren. Vandaag zijn er bijvoorbeeld heel veel gezinnen die in een appartementsblok wonen, maar waar het aansluitingsnummer op naam staat van een BVBA, op naam staat van een rechtspersoon. En die krijgen vandaag dat recht vaak niet. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat die mensen die vandaag tussen die mazen van het net glippen, wat er trouwens elk jaar minder zijn... Dus u wil het geven aan de BVBA'tjes? Want dat begrijp ik niet. Nee, aan die mensen die achter een aansluitingspunt in één elektriciteitsblok wonen en die vandaag dat recht niet genieten, omdat de aansluiting op naam van een zaak staat en niet op naam van die mensen zelf, die vallen
vallen vandaag soms uit de boot. Ja. En die willen we terug aan boord hijsen. Die moeten we ook dat recht op die gratis kilowattuur geven. Klopt. Maar vandaag zitten we al een 95 match tussen de gegevens van het Rijksregister en de adresgegevens van de netbeheerders. Dus minder dan 5% krijgt vandaag niet waar ze recht op hebben. 10% zou het zijn van de mensen die verhuizen, bijvoorbeeld. Volgens het rapport van de VREG is het 10% van de mensen die er recht op hebben die het niet krijgen. Maar ongeveer 10%. We gaan even niet discussiëren over cijfers. Maar hoe komt dat? Dat zijn meestal de sociaal zwakkeren die dikwijls van adres veranderen en die gegevens zijn niet bekend. Als je forfaitair zou gaan, zou je ook heel veel kunnen besparen op je administratiekosten. Per jaar betaalt men €315.000 gewoon voor het kopen van die informatie in de kruispuntenbank en het verwerken aan personeelskosten van al die gegevens. Hoeveel mensen wonen er op een adres? Ik vind dat eigenlijk heel veel geld voor wat het waard is. 50 euro netto per jaar. De administratieve kost is minder dan 0,3% van het toegekende voordeel. Dus dat is echt niet veel. Twee, wij willen wel nadenken over een efficiënter systeem. Bijvoorbeeld door de schakel van de netbeheerders daartussen uit te halen. Het zijn de netbeheerders die vandaag informatie ophalen bij het Rijksregister, die dat doorspelen aan de leverancier. De leverancier rekent de gratis kilowattuur door aan de klant. En recupereert dat bedrag bij de netbeheerder. Als je de verplichting bij de leverancier zou leggen en die rechtstreeks met het Rijksregister zou laten communiceren, dan knippen we daar één schakel uit en dan gaan er zeker minder gezinnen tussen de mazen van het net glippen. Het woordje gratis, hè. Ik denk dat duidelijk is dat het niet gratis is. Het basispakket is gratis. Iedere kleine KMO, iedere kleine zelfstandig betaalt er ook voor mee. Ik ben gaan horen bij mijn buurtslager. Hè. Die betaalt €400 per jaar. Nu, ik denk dat die mens zoiets heeft van solidariteit, oké. Maar ik denk dat die liever net iets meer betaalt aan die groepen die zijn energiefactuur sowieso al verzwaren dan enkel nu deze maatregel. Ja. Karel van Eetveld liet dat ook weten via een tweet. Hè. De minister liegt, het is niet gratis, het zijn de bedrijven die betalen. Bedrijven betalen een stuk, maar op andere vlakken zien we ook dat bedrijvenkosten doorschuiven naar de gezinnen. De bedrijven die bijvoorbeeld grote zonneparken hebben en die op het middenspanningsnet aansluiten, ja, die kost wordt niet integraal gedragen door die gebruikers van het middenspanningsnet, maar wordt voor een groot stuk doorgerekend naar het laagspanningsnet en komt dus bij de gezinnen terecht. Dus dit is de enige maatregel waar eigenlijk bedrijven gaan mee bijdragen aan de factuur van de gezinnen. Okay. En wat ons betreft is dat dus een nuttige en nodige correctie die wat ons betreft zeker behouden moet. Het blijft toch een beetje grappig dat de N-VA in deze de allerarmste gaat verdedigen en de SPA de middenklasse gaat verdedigen. Dat zit u verkeerd. Dat zit u echt verkeerd. Ik verdedig gewoon iedere Vlaming die op het einde van het jaar veel minder zal moeten betalen als al die middelen efficiënt worden. Het is geen oorlogje tegen de SPA. Nee, absoluut niet. Dat is in de geest van het regeerakkoord wat ik zeg. Dus wij denken dat we de allerarmste op één helpen met de gratis kilowattuur, maar ook nog bijkomend moeten helpen met andere maatregelen die we genomen hebben. Oké, nooit zei die Vlaamse regering, zeg ik dan. Dank u wel, dames en heren.